Assalamu alaikum, broeders en zusters, van andere moeder natuurlijk. Vandaag weer een nieuwe vlog. En hallo mensen, sorry dat ik het vergeten ben. Dik is zo naar mijn negro's, dik is zo naar mijn mokro's, dik is zo naar mijn turko's, dik is zo naar iedereen, man. Echt, dik respect voor jullie allemaal. Jullie tonen respect aan mij, dan toon ik zeker respect aan jullie. Mensen die te veel sjouwen van bijvoorbeeld... Kijk, ik kan jullie zeggen, mensen. Kijk. Dat gaat een beetje hard zijn, maar ik heb er een beetje over nagedacht. Geld is eigenlijk niet alles wat telt. Als jullie snappen of als jullie begrijpen wat ik bedoel. Want geld kan je niet meenemen naar je graf. Verstaan? Kijk. Geld is wat telt in deze wereld. Maar geld... breng je niet mee tot aan je graf. Dus daarom zeg ik mensen, hou je geloof altijd sterk. Ah ja, en dik is zo naar de Balkan boys. Naar heel Balkan, Joegoslavië en alles. Dik is zo naar hun natuurlijk. Dat zijn zeker mijn broeders van andere moeder. Iedereen is mijn broeder van andere moeder. Tenzij hij respect toont. Diegene die respect en liefde toont aan mij. Dan zal ik ook respect en liefde... tonen tegenover hem of haar of wie dan ook. En heel erg bedankt voor alles. Alhamdulillah. Ik was een keer naar de kapper gegaan. Ik ga geen naam noemen welke kapper. En ik heb gezegd dat hij moest abonneren natuurlijk. En als jullie mij willen supporten, vraag aan andere mensen van Aals natuurlijk of ze willen abonneren als jullie willen. En hier wordt niet gedreigd, mensen. Ja, hier wordt hier niet gedreigd, mensen. Hou jullie goed, zeker en vast. Voor de haters ga ik niets meer zeggen. Want ik zag veel op straat zo van die haters. Allee, veel dan één. En bij wijze van spreken zeg ik veel zo samen, maar ik ben niet... Kijk mensen. Ik ga niet stoer doen, omdat ik YouTube kanaal heb. Ik ben altijd mezelf gebleven en dat ga ik blijven, inshallah. Allah is groot. Hij heeft alles op het perfecte moment gepland. En... subhanallah. En ja. En vraag ook niet te veel over sociaal media, mensen. Want kijk, ik heb ook veel te doen. Ik heb ook een leven. Ik moet die ook uitleven. En als jullie begrijpen wat ik bedoel... dan show een beetje respect of liefde voor mij. Dat je een beetje minder berichten gaat sturen aan mij. Want ik heb het moeilijk. Iedereen heeft het moeilijk. Het is een moeilijke tijd. En hou jullie goed, is de boodschap natuurlijk. Er gaan ook PS4 spellen, game video's upgeload worden, inshallah. Ik weet het niet. Ik weet nog niet veel wat er allemaal gaat aankomen. Maar er is ook zeker een vlog die ik ga uploaden voor jullie. Dikke respect aan de mensen die mij... die van mij houden. En die echt zo terug aan mij hebben gegeven. Dat waardeer ik, man. Dikke respect. Ja. Bijna school, dat is ook weer waar. Weer al die moeilijke tijd, je weet toch. En we gaan naar... ik ga naar een andere school. En die school ga ik niet vertellen, want iedereen weet dat misschien al. Want iedereen heeft dat zeker aan iemand anders doorverteld. Want die kent die dingen. En... alhamdulillah, man. Ik zag zelf een broeder van andere moeder. In zijn waggy. En hij gaf direct een... ja. Hij riep direct NS. Dat apprecieer ik, mensen. Wallah. Dat is het leuke, man. Dat is het leuke. En jullie zien, mijn haar is geknipt, schere tijden, je weet toch. Hou jullie goed, mensen. En het maakt niet uit wat mensen zeggen, dus... ja, ik ga ook niet veel meer woorden vuil maken. Waalaikumsalam.